Dit is Den Haag in 60 seconden. De Marokkaanse ambassadeur in Nederland gaat een officiële klacht indienen tegen het gewelddadige optreden van de Haagse politie tegen Marokkaanse Nederlanders in de Schilderswijk. Dat zei hij gisteren naar aanleiding van een incident op de Hoefkade, waarbij een 14-jarige jongen hardhandig werd aangepakt door de politie. Steden zoals Den Haag moeten de banenmotor van het land worden. Het creëren van meer banen is topprioriteit, dat staat in de miljoenennota. Het kabinet wil daarom flink investeren in de steden en de gebieden rondom de steden, zodat deze plekken aantrekkelijk worden voor bedrijven. Zo'n 25.000 mensen kwamen gisteren naar de binnenstad om de 200ste viering van Prinsjesdag mee te maken. Dat zijn er ruim 10.000 meer dan vorig jaar. Een heftig busongeluk gisteren in Den Haag. Op de Hengelolaan reed een bus van lijn 25 tegen een boom. 11 mensen raakten gewond, van wie er 8 naar het ziekenhuis moesten. Tot zover Den Haag in 60 seconden. Dag.